Autosalon van Brussel, dat betekent ook een heleboel concepts en we hebben er een half dozijn voor u uitgepikt. Verschillende leuke concepts bij Renault. We beginnen met de R5. Dat is natuurlijk een geweldige knipoog naar de legendarische stadsauto die vorig jaar zijn 50ste verjaardag vierde. Deze nieuwe R5 die komt op de markt. Dat zal dan een volledig elektrische auto zijn. Dat wordt de opvolger van de Zoe. Een motor van 136 pk. Autonomie van ongeveer 400 km. Prachtige gele lak, maar je zal hem ongetwijfeld ook in andere kleuren kunnen krijgen. Nog een knipoog naar het verleden, naar natuurlijk de even legendarische Renault 4. Dit is de Forever Trophy. Die komt op de markt als elektrische SUV. Waarschijnlijk loopt volgend jaar. Het zal geen echte budgetauto zijn. Zal ook duurder zijn dan die R5. Ja, hij ziet er echt offroad uit. Dat zal het productiemodel wellicht niet worden, maar wel leuk. Reservewiel, een schop, rijplaten voor als je vastrijdt in de woestijn. Leuk toch? Eenvoudig, veelzijdig en duurzaam, dat zijn de sleutelwoorden bij deze Citroën Oli. Ook een Belgisch kantje, hij is getekend door Pierre Leclerc, een Belgische designer. Die gaat op deze manier natuurlijk nooit in productie, het is een soort rijdend laboratorium. Belangrijkste om te onthouden, hij weegt maar ongeveer 1000 kilo. Dat betekent dat een vrij compacte batterij van 40 kilowatt toch moet volstaan voor een autonomie van 400 kilometer, waardoor ze hem misschien wel ooit voor een redelijke prijs op de markt kunnen brengen. Het minigamma telt al één elektrische auto, dat is de bekende 3-deurs hatchback. In 2024 komt er ook een elektrische SUV. Deze Aceman concept is daar de voorbode van. Mini zegt het is ook een nieuwe designtaal, maar dat gaat het vooral om details, vind ik. Want zelf met je ogen dicht zie je dat dit een mini is. Dat geldt trouwens ook voor het interieur, waar je nog altijd centraal dat grote ronde scherm hebt. Als hij op de markt komt, dan zal hij een plaatje krijgen tussen de opvolger van de huidige 3-deurs en de Countryman. Al bekende SUV, maar die wordt een maatje groter. Weinig animo bij Seat, maar des te meer bij nog jonge zuster, bij de Cupra. Daar hebben ze onder andere deze, dat is ook een concept natuurlijk, Urban Rebel staan. Dat is de voorbode van een compacte elektrische stadswagen. Volkswagen gaat die ook maken. Staat op een EBE-platform, heeft een elektromotor van 226 pk. Men belooft een autonomie van toch een flinke eind boven de 440 km. Ziet er heel sportief uit, racy zelfs. We hebben er al een test van gebracht in de auto van 4 januari. Het productiemodel wordt ongetwijfeld een beetje braver dan dit. Twee concepts bij Audi. De spectaculaire Skyfair staat daar een beetje verder. Maar eigenlijk is deze interessanter. Dit is de Audi A6 e-tron. Waarom interessant? Hij komt op de markt in 2024. Eerst als Sportback, dat is een vijfdeurs, die staat hier. Nadien ook als Brek. Het wordt een concurrent voor een auto zoals de Mercedes EQE. Deze versie heeft twee motoren, 476 pk. Autonomie, zo belooft Audi, van 700 km. Ook interessant, nieuw platform, samen met Porsche ontwikkeld. En dat gaat dienen voor alle grote elektrische auto's van de hele Volkswagen groep.